Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. In dit programma worden focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Lucht geklaard tussen vicepresident en Dagblad Suriname. Controle naleving maatregelen COVID-19 door commissariaat Noordoost. Gesprek met DC Mohamed Goulaman. Wanica Ziekenhuis heeft nu ambulance, fiets en kort leesbericht COVID-19. De lucht is geklaard tussen vicepresident Ronnie Brunswijk en Dagblad Suriname. Op maandag 31 augustus is er in zeer ontspannen sfeer een gesprek geweest tussen president Chandrika Persat Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk, directeur Farid Pierkan van Dagblad Suriname en de cartoonist Reinier Asmorejo. De directeur en de cartoonist hebben hun welgemeende verontschuldigingen naar de VP nogmaals uitgesproken en het geheel is in gelaten sfeer besproken. Volgens de vicepresident zijn de consequenties duidelijk, maar hij gaf aan dat de Surinaamse natie dit voorval kan gebruiken als kans om dichter bij elkaar te groeien. Het is belangrijk te kijken naar wat ons bindt dan naar wat ons scheidt. De VP roept de totale Surinaamse samenleving op om de lessen hieruit te leren en verder als één Suriname door te gaan. Kunstenaar Asmorejo heeft gelijk gebruik gemaakt van de gelegenheid om de president en de vicepresident een kunstwerk aan te bieden. Het kunstwerk van de president heet Hossel Mouye, terwijl die van de vicepresident de naam Lespeki Uma draagt. Districtscommissaris Ricardo Bolla van Paramaribo Noordoost heeft zich in het veld georiënteerd op de naleving van de COVID-19 maatregelen. De actie van de DC dient als kick-off van de controles die dagelijks door de bestuursambtenaren zullen worden uitgevoerd op het naleven van de COVID-19 regels. De DC doet een beroep op winkeliers om de nodige voorzieningen te treffen voor de klanten om zodoende te trachten de veiligheid optimaal te waarborgen. De burgervader doet ook een beroep op de burgerij om zich ten aller tijde verantwoordelijk op te stellen en zich te houden aan de regels. De DC is vandaag in het veld omdat, zoals genoegzaam bekend in de samenleving, hebben wij te doen met een ongewone situatie op dit moment in Suriname. We hebben te doen met een COVID-pandemie. En zoals gisteren ook door de president aangegeven in zijn toespraak op televisie, is de samenleving wederom opgeroepen om voorzichtigheid te betrachten. Ik denk dat de president het liefst had gezegd dat we zo snel mogelijk zouden overgaan tot normalisatie. Helaas is dat niet het geval. De cijfers wijzen uit dat het aantal besmettingen nog steeds toeneemt en dat er nog steeds levens te betreuren zijn. En zoals de samenleving ook weet, is het heel ernstig en de regering is gekomen dan ook met een COVID-beleid. Dat houdt in dat er een COVID-protocol is en dat wij ons allen daaraan moeten gaan houden. Wij willen natuurlijk allemaal overgaan tot een normaal leven. En dat wil de president en de regering ook. Helaas is het anders nu. De cijfers wijzen dat uit, zoals ik al zei. En wij moeten dus die COVID-maatregelen gaan naleven. En de bestuurdienst is een keten in het geheel van de regering. En wij hebben de verantwoordelijkheid naar de samenleving toe om te kijken of alle burgers in dit land ook gehoorzaam zijn en zich houden aan de regels. Die regels zijn natuurlijk al genoegzaam bekend, maar het is goed dat wij van de bestuurdienst, en die instructies heb ik al reeds gegeven aan mijn mensen in het veld, in de resorten, in de buurten, in de straten, om vooral plekken te gaan controleren waarbij mensen veel bij elkaar komen. En dat zijn onder andere supermarkten, markten, maar ook plekken
waar mensen eigenlijk een beetje in het geheim bij elkaar komen, de zogeheten feestjes, thuisfeestjes. Maar we zijn daar hiervoor niet, we zijn hier vandaag in deze supermarkt. Ik heb al een hoop goede dingen gezien, laat ik ook dat gelijk erbij zeggen. En deze winkelier heeft dus een aantal dingen in place. En dat is één, wat ik heb gemerkt is dat de meeste mensen, of alle mensen hier, de bezoekers, de winkeliers, een neusmondbedekking hebben. Prima, houden zo. Voor de rest heb ik gezien dat de winkelier ook markering op de grond heeft aangebracht. Van social distance, dus de afstand, de veilige afstand, dat is 1,5 meter. Dat is ook weer goed gedaan. Goede dingen moet je ook vermelden natuurlijk. En wat ik wel wil opmerken, en dat is wel heel belangrijk. We hebben in Suriname een gwinti, een gewoonte dat als we naar de winkel gaan, dat we voordringen en dat we spullen op de toonbank zetten. En dat maakt dat 6 mensen in de winkel of 7 tegelijkertijd hun spullen bij de toonbank deponeren. En dan te dicht bij elkaar komen om nog een keer weer die spullen neer te zetten. Dus ik zou graag zometeen met de winkelier daarover willen praten om de mensen erop te wijzen. Dat ze 1 voor 1 hun spullen zetten op de balie om afgerekend te worden. Dat heb ik hier geconstateerd. En voor de rest, de winkel is open. Dat is ook heel goed en heel belangrijk. Hoe meer ventilatie, hoe beter. Want met meer ventilatie heeft deze virus natuurlijk geen kans om te overleven. En last but not least, die handhygiëne. Ja, ik heb niet hier aangetroffen een gelegenheid buiten om de handen te wassen. Het zou natuurlijk veel beter zijn als dat ook was gezet voor de mensen. Maar de mensen hebben natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid. U moet lopen met uw eigen hand sanitizer. En op het moment dat u in de winkel bent geweest en u gaat uit de winkel, dat u uw handen even dan desinfecteert. Want anders neemt u met uw spullen en het geld dat u heeft aangeraakt ook deze virus mee naar huis. En dan op die manier besmet u ook uw huisgenoten en uzelf. Dus de Surinaamse samenleving zal van de districtscommissariaat, zowel Noord als Zuid, het is een gezamenlijk optreden. We gaan gezamenlijk met alle structuren die we hebben, de RR, de DR's en de bestuurdienst, het veld intrekken om gehoor te geven aan de oproep van de regering bij monden van de president. Om erop toe te zien dat de COVID-maatregelen streng worden nageleefd. En waar het niet goed is, gaan we daar moeten optreden. Het districtscommissariaat Wanica Zuidoost geeft wat duidelijkheid met betrekking tot de drive-thru-markt. De communicatiedienst Suriname, CDS, praat hierover met districtscommissaris Mohamed Goulaman. De burgervader gaat ook in op de toekomstplannen vanuit zijn commissariaat. Kenso in Asaran Antongo met alama verstand. Taki a drive-thru fu Domborgu woyo. Dag, alasma begreep. Tak, want aan de zomer a districtscommissaris, commissarisie, ogo duwansani. Natuurlijk, suma fu a buurt dat die kon nang een klacht. Toch? En aan de hand fu a klacht dat die zie, like, hoe verantwoordelijke van het district, moest tree op. En dat bij de leidraad. Omdat die demand komt, de man vindt dat die trasma, het is Domburg waterkant, is eigenlijk een trekpleister. Toch? Mensen van andere buurten, andere districten komen zich dan daarop vertoeven. Zondag, des zondags of zaterdags. Dan kan ik chillen als ik even mag dat en zo. Toch? Maar dat is maar Domburg, schreef hij zijn tanden op. Dan maak ik de zorgen. Dat hij nu schreef, hij zoekt beschermen, schreef hij, van ziekte en nu, van COVID-19. Maar dat is maar importeren kon, ja. Dus en ik als DC heb gezegd van kijk, we gaan daarop toezien, we gaan de totale waterkant, dat we tapping.
En school toe haar wat lint. Toch? En dat zie je, ja, want biggie parkeerruimte. Dat heb je op een drive-through. De bedoeling is, je gaat mobiel zijn. Dus vanuit die auto, vanuit de Wajifi, dat je toesma zijn de product. Je wens maar zijn te kan money. Dan gaat trasma dat niet vast money. Toch? Dat ook die de producten dan af aan de consumenten. Toch? Dat na one ding. En ten aanzien van drive-through voor Lely dorp. Kijk, we zouden dat eigenlijk. Alle de woyos die in mijn district, zijn mijn bestuursresort. Zou ik dan zo aanpakken, dan gaan we drive-thru. Maar gezien dat ik zo tien zo ontevredenheid deed, dus men heeft begrepen als ik op dat kind voorzichtig. Toch? En ik dus dan moet ik vaak naar Woyo en moest ik ook communiceren naar de sma. En ik geloof sterk in dat communicatie de sleutel is. Dus goed praten, goed overleg en dat zeker bereiken. Want gisteren was het ook zo, mensen waren een beetje boos. Maar toen ze hun DC hebben gezien, ze hebben kennis gemaakt met die DC en gehoord waarom ik dan zoiets heb gedaan. Iedereen is met een gerust hart teruggegaan. Ten aanzien van Pasar Lili wil ik zeggen, ik had ook mee bij ontvangen aan bestuur voor de man. En meer dat ik naar Soso Lili Dorper eigenlijk, de Maikara zijn een snoepmarkt. Toch? De Maikara zijn wel een schuit, en kijk, als het om voeding gaat, wil ik wel als DC, dan mijn takwansani. Want even de ondermino, dan mijn verantwoord toe. Dat je even bepaalde voeding bereid voor, een snack bereid voor. Dan is zomaar garantie en actie voor actie van vergunning. Een vergunning dat in een next, na wansani, na alleen maar adviezen voor instanties. Zo DC of Lisi, dat BOG, dat het is goed. Politie, tak, het is goed, brandweer, tak, het is goed, bestuursdienst, MGD. Dus alle instanties komen bijkijken, want vergunningen verschillen. Want er komen soms minder adviezen, soms meer adviezen. Ja, en bijvoorbeeld, ik ga direct een voorbeeld halen, ik snap begrijp mee, boom, want mijn loop leg uit, toch, is communicatie weer. Dat bijvoorbeeld, als je bij een hinderwet, dan komt er een andere instantie ook bijkijken van hoeveel decibel, als het om machines gaat en zo. Dus al die soort zaken komen bijkijken. Maar ten aanzien van voeding, daar speelt biologie en bestuursdienst ook een grote rol. En dat gaat om de hygiëne. Het regionaal ziekenhuis Wanica heeft per heden een ambulancefiets ter beschikking, die ingezet zal worden bij openbare evenementen. Er wordt hierbij gedacht aan wandel- en trimlopen, streetparties, festivals en ceremonies. Gelet op de huidige COVID-19-situatie is de kans dat deze dienst wordt geboden gering. Het is de bedoeling dat er meerdere fietsen aangeschaft zullen worden om deze in te zetten wanneer de situatie is genormaliseerd. Het regionaal ziekenhuis Wanica heeft per heden een ambulancefiets erbij. Deze dienst zal ingezet worden tijdens evenementen. We praten met de heer Anand Doeki over deze ambulancefiets. Meneer Doeki, het Wanica ziekenhuis heeft een fietsambulance erbij. Wat is de functie van deze fietsambulance? Laat me u eerst uitleggen. De definitie van een ambulance is het vervoeren van patiënten, zeker slachtoffers, naar een ziekenhuis of zorginstelling. Om de gepaste zorg te kunnen bieden, hebben we de beschikking over een aantal type ambulances. Een andere definitie is het zo snel mogelijk ter plaatse krijgen van medische hulpverleners. Je moet denken aan een huisarts of een specialist ter ondersteuning van, een first responder voor de triage of levensreddende handelingen. Of dat men stand-by staat bij een evenement of bij een grootschalig incident. Ook daar maken we gebruik van diverse type ambulances, waarbij gelet wordt op afstand en locatie. Het Wanica ziekenhuis heeft een eigen ambulancedienst met een high-care ambulances nu ondersteund met een ambulancefiets. En geen misverstand hoor, we blijven de reguliere patiëntenzorg gewoon handhaven met de huidige ambulances. Wanneer zetten we bijvoorbeeld een ambulancefiets in? Denk bijvoorbeeld aan autovrije zones. Er is een stand-by in de stad. Een avondvierdaagse. Een moment waarbij we dus stand-by moeten staan bij kinderen. Hè, waarbij we geen gemotoriseerd verkeer kunnen toepassen. Dat zijn de momenten dat je dus een ambulancefiets inzet. Puur ter ondersteuning en preventief. Wie zou op zo'n ambulancefiets zitten? De ambulancebemanning is zodanig getraind
dat ze zowel op de ambulance kunnen uitrukken voor trauma's en overige medische spoedhulpverleningen. Dezelfde bemanning zal tevens op de fiets te zien zijn bij evenementen, onder andere. Zal dat handiger zijn, vooral als er filevorming is? Nee, u moet niet denken aan filevorming. Wij gaan niet in het verkeer zodanig begeven. Het gaat met name om de autovrije zones. Denk bijvoorbeeld aan de avondvierdaagse, binnenstad, waar de politie of de bikers nu al rondrijden. Het is niet zozeer om zodanig tijd te winnen dat we met de fiets gaan rijden. Je moet wel de gepaste zorg kunnen bieden. De fiets is echt ter ondersteuning en preventief voor een stand-by evenement. Er is nu één fiets. Is het de bedoeling dat er meerdere bij komen? Nou, we zijn innovatief. We werken aan een aantal projecten. De fiets is daar een eerste testfase van. Het is al bekend hoor in overige landen. En het is al uitbreiding, is daar ook al toegepast. We moeten even kijken hoe dat hier aanslaat. Maar in de kader van innovativiteit hebben wij alvast de eerste fiets. En we zullen kijken en monitoren hoe dat aanslaat. Is er een speciale training voor degenen die op de fiets zullen zijn? De ambulancebemanning heeft zeker een speciale training. De ambulancebemanning heeft volgens het ABC de E-methodiek te werken. Ze hebben de vitale functies te bewaken. Dus ze zijn wel medisch geschoold. Maar het zijn nogmaals dezelfde mensen die op de ambulancedienst hebben. Die een reguliere patiëntenvervoer verzorgen. Die kunnen eventueel ook op de fiets waarnemen. Dus je hebt altijd deskundigheid van een medici. Vanaf wanneer mag de samenleving uitkijken naar iemand op een ambulancefiets? Nou, we fietsen er nu al mee rond. Maar nogmaals, zodra we een evenement hebben of een inzet hebben in een autovrije zone, dan zal de fiets daar zeker te bewonderen zijn. Moeten mensen een beetje argwaan hebben als ze iemand zien komen op een ambulancefiets, of is dat normaal? In sommige landen is dat vrij normaal. Als je kijkt nu naar de politie met de bikers, in het begin heeft het ook een wending gehad. En nu met deze kleur, een zeker opvallende fiets, zal het ook even moeten wennen. Maar naarmate zich men daarin bekend raakt, zal het ook wel weer automatisch worden. Onder welke instantie zullen de ambulancefietsen vallen? Medical Air Services. En Medical Air Services is nu uitgeleend of de ondersteuning aan het Wanica ziekenhuis. En dit was Focus. Onthoud, COVID-19 is er overal. Het is niet af te lezen van de gezichten van personen of zij besmet zijn of niet. Blijf altijd alert en voorzichtig. Samen moeten wij een vuist maken om met succes de strijd tegen dit virus aan te gaan. Wij dienen ons verantwoordelijk op te stellen door de maatregelen in acht te nemen. Houdt u er vooral rekening mee dat de totale lockdown in het weekend is verscherpt. De totale lockdown gaat aanstaande vrijdag om 8:00 PM in en duurt tot en met maandagochtend 5:00 PM. Dit zal gelden voor de komende 2 weken. Wacht u niet tot vrijdag om uw inkopen te gaan doen voor uw huishouden. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.